Zullen we een liedje zingen? Eventjes! Liesje heeft een lammetje, lammetje, lammetje. Liesje heeft een lammetje en wij zijn FMG. Hey! Hey! Hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van FMG. Nice! Ja, ja, we zijn geïnfiltreerd en een... we zijn ontvoerd. Nee! Nee! Oh. We zijn ontvoerd in een alien aircraft. Moe, moe! Moe, moe! Moe, moe! Moe. Space taser. Moe! 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 Attack down. Oké. Okay. Moet je jezelf niet heren? Nou, ja, we doen eerst een nutcruncher. Op hem. Hij doet het gewoon niet mee. Die timing is fucking goed die je hebt. Wow, hij is bijna dood. Dankjewel. Hij is dood. Hij is dood. Hij wou, moest kotsen. Perfect dodge stat. Oké, nog een keer. Oh, wacht, kunnen we nog een keer. Oké. Gaat dat? Hij doet er... Is hij ook dood? Hij is ook dood. Niemand dodged onze shit. Yeah, best fight ever. Nice. Welkom terug trouwens, lieve viewers. Ja, dat voor jullie. Bedankt dat jullie kijken. Oké. We hebben trouwens iets opgepakt, dude. Hallo, Luc. Hallo, Luc. We hebben een hele trouwe fan, zijn naam is Luc. En we, we doen nu even. Hi, Luc. Wat de hel? Maak ook een tag met Luc. Hey, Luc. Hey, Luc. Hoe gaat-ie? Alles goed, man. Staat Bart goed? Goed zo. Nice. Kan niet, Bart. Hebben we nog nieuwe tweets? We hebben iets nieuws opgepakt. Wacht, misschien kunnen we deze set kunnen we ook modified doen. Oh, empty slot, kijk, het is allemaal. Hey, ja, yeah, what the hell. Heel fijn weer ietsje. Oh. Nee, 25 extra experiment healed, geen stacks of 5 mod. Ja, die is goed. Ah, wacht, dude. Ze hebben allemaal reducing enemy tags. Geen zin, dat tag is goed. Right. En dan kunnen we op een ander... iets die van attack doen. Armor, ja, armor, die is goed. Ja. Yeah. En dan hebben we die laatste nog, ja, die laatste. Wat was dat, gain 2 PP? We do fire, we hebben fire damage, doen. Maar we kunnen ook deze pak. Dat is niet zoveel, hè? We hebben 300 HP. Ah, nee. En dan 15 PP. En aangezien we een boog hebben, kunnen we 3 keer 4 en dan krijgen we 6 terug. Goed, hè? Ik ga het bier trouwens doen. We hebben hier bier. Dit keer hebben we 30 Jan. Ah, hello. Triple. Recording. If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. Onzo. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Dat is hobo. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone. Hij praat tegen... Laten we ze. We hebben in ieder geval de Edgian triple. En even kijken, de 7,5 liter. Het is 8,5%. Iets minder dan Grand Prestige. Great, you're there. Ik ga vanuit dat free me from that console. Probably not though. It's in... Keep going, I think you're onto something. Okay. I knew I could trust you. Keep it up. Oh, nice. Ik heb er nog gedaan. Ik kan hem doorgaan. Better try the other console. Oh, wacht, kijk. Why? No! Go find another way! Oké, prima. Dude, we moeten toch hier naar beneden? Daar, oh ja, ik wou eens zeggen. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Dat kan ik niet. De onderin. Ja. Kom dan hier naartoe? Nee, ik wil daar naartoe. Wacht, daar zit waarschijnlijk iets in. Oké, wacht. Nice, bier zijn geschokt. We moeten dit... Ah, deze doet ook niet meer. Maar ik wil het looten wat hieronder ligt. Die is dood. Misschien kan ik reviven. Jojo. Waarom is er zo'n robot vier dude? Ja, weet niet. Die zijn dat ding door te maken. Dat is wel zo'n mannetje, hè?
Yeah. I know. Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why do they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. This is this. I keep looking for a way to survive. Hoe kom ik daar dan? Kan het niet? Oh wacht, de deur naar links is open. Ja, wat? Ja, hoe komen we naar links daar? Dit is even moeilijk, hoor. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nee. Hier ga je terug. Je kwam er vanaf, hè? Ik kwam hier echt vanaf? Ja. Dat is wel een... Deze dingen hebben we niet geloofd. Omdat het vol zat. Oh, oké. Okay. Dat is wel nog een lift in het midden. Zeg je dat? Ga eens terug. Wat? Gebruik dat mannetje. En er is een deur, hè? Ja. Door die deur zijn we nog niet geweest. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Don't forget to bring the towel! Don't forget to bring the towel! Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listen to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler! Nice. They're filler that's driving me to madness! Hey. Zullen we even bier drinken? Hier is ook niks. Hier? Je slaat baby's dood. Oké, okay, goed idee. Bier. Proost. Cheers, buddy. Oh, dit is hoe een triploort smaakt. Ze hebben hier ook een linkerkant. Ik kom er vanaf. Ik kom vanaf. Oh man, Hertig Jan. Goeie bier. Kijk, Hertig Jan weet gewoon hoe het moet. Basically, als je een Hertig Jan fan bent, dan kun je ook alles krijgen van Hertig Jan. Je kunt een bruin biertje krijgen, je kunt een triple biertje krijgen, je kunt een blond biertje krijgen. Het is allemaal net zo lekker. Het is allemaal smaakt het heel. Dus in principe hoef je nooit een ander bier te drinken, want Hertig Jan heeft het gewoon allemaal. Ja. Heb ik deze ook gehad? Oh. 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 En wat is dit? Oh. Oh. Goed dat jou dat is opgevallen, man. Oké, eens kijken, ik heb hem leren. Waarom staat er al wat used to check al? Volgens mij is dat een space build. Ja, daar komt het wel over. Oh man, nice, we komen hier naartoe. Deze is het skippen. Denk het niet. Oh no! Ik ga deze proberen. Is goed, op de voorste. Of de achterste. Ah, ik gebruik toch allebei dus. Oh, kijk. Ja. Het is een enkelvoudige aanval, dus niks gebruik. Oeh. Wat? Oh my god. Oeh. Kicking zone. Oké, dankjewel. Dan gaan we die achterste aanval. Schut. X gebruik zei. Oké, A deed het gewoon niet. Serieus? Ja, serieus. Oh, staat er op buiten. Wow, nice. Ja, maar hij doet niet zoveel. Van. De Mongolian Bow vind ik beter. Ready? Wat? De Mongolian Bow vind ik denk beter. Dat weet ik niet. We hebben nog wel twee mensen in de fik kunnen zetten in principe. Hè? Als je kijkt, dat is 120 damage over allebei. Plus je zet ze in de fik. Terwijl als je je ei doet, dan heb je... Ja, wat is het? Oh, dammit. Non of man. Oké. Okay. Yes. Mots, door de andere. Hi. Maar als ze de ei gebruiken, dan heb je 120 damage, dus 60%. Dus je kunt het sowieso beter met X altijd gebruiken. Of ja, nou de ei dan. Die andere is zo weggegaan. Ja. Maar 62 damage per hit vind ik, het is veel. Maar hij doet het maar één keer. Dus ja, pak de Mongolian Bow! Die is vet. Mongolian is goed voor jou. Dan moeten we deze wel even afhalen. Klopt. Mongolian Bow. Alright. Met de fire effect. Alright. Nice.
Oké, zullen we naar het platform hieronder moeten? Oh. Wat heb je nou gedaan? Weet ik niet, ik heb dit aangezet. Wat het doet weet ik ook niet, maar ik heb het aangezet. Oké, okay, cool. En nu gaan we hierin. Hi. Oh, een ladder. Awesome. Geen die marsjes blijft een held. Hij is... Stage 7. Awesome. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. So when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. I didn't really need. We hebben wel nodig. 776. Misschien staat dat binnen wel. Anyways, dit was het voor deze aflevering. Als je het leuk vond, moet je liken, commenten en subscriben. En in de